Vind ik echt mooi, dankjewel. Trainingskamp van de Graafschap en toen stond ineens Koen Bouwman hier aan de rand van het veld. Ja, ja iets andere sport, maar ja, ik hoorde dat die jongens hier moesten voetballen. En ja, een oud klasgenootje zit hier, de Jurrius. En ja, ik was wel even benieuwd hoe die mannen het hier doen. De Graafschap is jouw clubpie? Ja, ik moet zeggen, ik volg het best wel op de voet. De uitslagen, ik ga 2-3 keer per jaar in de winter als ik tijd heb even een wedstrijd kijken. Dus nou ja, het is zeker dan mijn clubpie. Ja, ik heb een huisje in Girona, een appartement, wat ik huur. En ja, dan zit ik denk ik zo'n 150 dagen per jaar gaat het zijn dat ik hier ben. Is die wind van vandaag, dat kun jij goed zeggen, is die nou uitzonderlijk? Ja, die is zeker uitzonderlijk. Moet ik zeggen, dat heb ik nog nooit meegemaakt hier. Nee. Goed koud ook, hè? Ja, ja, is wel, ja het is geen, hoe zeg je dat, geen Alicante of Kalp of zo, waar het nu 20, 25 graden is. Maar ja, op de achtergrond zie je de bergen met sneeuw en er zijn mensen aan het skiën. Dus het is niet heel verwonderlijk dat hier nou iets frisser is. Ik denk dat ik over afgelopen seizoen inderdaad tevreden mag zijn. Weer een stapje gemaakt. En dit seizoen is het grootste doel de Giro. En dan niet voor mezelf, maar voor de kopman Primoz Roglic. Ja, daar gaan we naartoe om te winnen met hem. En daar hoop ik een groot aandeel in te hebben. Je hebt vorig jaar de Giro ook al gereden. Is dat heel bewust dat je daar nu ook weer voor kiest? Ja, het is natuurlijk wel een jaar ervaring wat je nu daar hebt. Dat scheelt natuurlijk altijd. En nou, je kan heel goed opschieten met Primoz. En ja, je hebt toch een bepaalde band nodig met elkaar als je 3 weken op pad bent, bijna 4. Dus ja, dat zijn wel de 2 redenen dat het toe maakt dat ik weer de Giro rijd. Heb ik het goed begrepen dat jij de Tour ook nog wat te hectisch vindt? Dat de Giro meer jouw koers is? Ik ben niet echt iemand inderdaad die van het wringen is, van het hectische gebeuren. Ja, bij ons in de ploeg zijn er gewoon die plekjes heel erg schaars voor de Tour. En ja, daar maak ik nu nog geen aanspraak op. Je hebt nu even een pauze gehad hier in Navata trainingskamp, want je was onderweg. En nu? Ik heb 3,5 uur gehad en ik moest vandaag 6 uur, dus nog 2,5 uur te gaan. Moet? Nou ja, niks moet, maar als het op schema staat, dan doen we dat gewoon. Hè. Dat leg je jezelf op? Ja, toch wel, maar ja, ik denk dat elke wielrenner dat doet en ja, dat is niet uitzonderlijk. Ben jij hier nu alleen? Ja, ik zit hier nu alleen. Want Robert Gezink, ook een Achterhoeker natuurlijk, jij komt uit Ulft. Woont hier toch ook in de buurt? Ja, dat klopt. Ik denk als ik een steen uit mijn raam gooi, dan gooi ik hem bij hem naar binnen toe. Maar die zit nu in Australië voor de eerste koers van het seizoen voor de Tour Down Under. Hoe belangrijk zijn deze weken nu voor jullie? Dit is toch wel de weken waarin je de basis legt voor het nieuwe seizoen. Het belangrijkste is nu gewoon fit blijven, niet ziek worden en gewoon die uren maken op de fiets. En als dat allemaal lukt en... Ja, wat ik zeg, en je wordt niet ziek, dan rol je in ieder geval lekker daar ook die eerste wedstrijd in. Dus het is zeker wel een belangrijke periode.